Hoi, wat leuk dat je er bent. En zoals je ziet is deze video later ingesproken. En als je goed oplet, dan zie je natuurlijk dat de achtergrond helemaal anders is. Dit is inderdaad weer een rewind video. En dat houdt in dat ik dus een oude video die ik een hele tijd geleden heb gemaakt, opnieuw ga laten zien aan jullie en opnieuw ga inspreken. Deze look heb ik gemaakt voor kerst 2014, dus dat is alweer 2 jaar geleden. Ondanks dat het een oude look is, hoop ik natuurlijk dat jullie het leuk vinden. Dus vergeet het duimpje omhoog niet. En dan gaan we nu beginnen met de tutorial. Ik begin met een zwart oogpotloodje waarmee ik de belangrijkste lijnen alvast op mijn gezicht teken. Dit is dus bij mijn mond, het gedeelte bij mijn neus. En ik teken het gedeelte af wat uiteindelijk het hoofd gaat worden van Jack Skellington. Deze zal korter zijn dan mijn eigen hoofd, dus vandaar dat ik dit nu alvast aangeef. Nu teken ik de ogen van Jack Skellington en je moet ervoor zorgen dat ze aan de binnenkant een beetje puntig zijn, zodat je een boze blik krijgt. En met een witte schmink ga ik nu de schedel helemaal inkleuren. En ik krijg heel veel vragen waar je schmink kunt kopen. En schmink kun je online bestellen, maar je zou het ook kunnen kopen in een feestwinkel. En het hangt er natuurlijk van af, ja, wat voor soort schmink je wilt. Als je dit voor 1 keer doet, dan heb je de goedkopere schmink die je prima kunt gebruiken. Maar als je van plan bent om dit professioneel te gaan doen, dan zou je eventueel duurdere schmink kunnen aanschaffen. Nu neem ik deze kleine stippling brush van de Primark en daarmee ga ik de grote oppervlaktes helemaal inkleuren. Leuk om te zien trouwens dat ik die toen al had en dat het kastje dus eigenlijk al 2 jaar oud is. En ik vind hem nog steeds heel erg fijn om grote oppervlaktes mee in te vullen. Nu neem ik een zwarte schmink en daarmee ga ik, je raadt het waarschijnlijk al, ga ik de ogen mee inkleuren. En doe dit gewoon heel rustig aan, je hebt geen haast. Het is belangrijk dat je de zwart niet gaat mengen met de wit, want dan krijg je grijs. Dus blijf echt binnen het gedeelte wat we hiervoor hebben afgetekend. Doe dit ook bij je andere oog en bij het gedeelte op je voorhoofd. Want dit is dus eigenlijk het gedeelte wat ja, niets is. Dus met een zwarte achtergrond helemaal verdwijnt in de achtergrond. Zorg er ook voor dat je het goed in je haar blendt. Want dit zorgt ervoor dat wanneer we straks voor de zwarte achtergrond staan, dat je dus eigenlijk niks meer ziet. En nu neem ik de witte schmink en daarmee ga ik de overgebleven stukken nog verder inkleuren. En nogmaals, probeer echt niet over het zwart heen te gaan, want dan krijg je dus inderdaad, wat ik al zei, dan krijg je grijs. Nu teken ik de lijnen bij mijn mond. Deze had ik opengelaten en je ziet hier ook dat het ja, toch wat moeilijker is om het helemaal ja, super zwart te krijgen. Dus voor jullie laat dit gedeelte gewoon open en op zich maakt het niet heel erg uit. Trouwens, je zou dit ook gewoon met zwart oogpotlood kunnen doen. Of een zwarte eyeliner. En dan heb je alleen nog maar de witte schmink nodig. Zorg ervoor dat je ogen helemaal goed zwart zijn ingekleurd. Dus ook je waterlijntje. En we gaan ons gezicht nu wat boller maken. Iets ronder. En dat doe ik door middel van gewoon wat zwarte schmink aan te brengen op mijn kin. We gaan een neusgaten maken en die doen we niet bij onze eigen neusgaten, maar die doen we op onze neusbrug, zodat het goed in verhouding is met die van Jack Skellington. En nu neem ik een zwarte oogschaduw en een schuin kwastje en daarmee ga ik schaduw creëren. En dit doe ik onder mijn ogen en je kunt de schaduw dus aan de onderkant van de rimpel kun je een beetje vervagen naar beneden. Maar zorg ervoor dat de lijn naar boven toe wel gewoon, ja, gewoon strak is, om het zo maar te zeggen. Dus dat je een hoog contrast krijgt. Maar aan de onderkant kun je het gewoon uitvegen. Dit doen we ook aan de bovenkant om een soort van ja, boze fronsrimpels te creëren. En ook dit kun je weer vervagen met een kwastje. De bovenkant van de rimpel, daar valt dus het licht op. Dus die moeten we mooi highlighten. Zorg ervoor dat die super super wit is. En dat kun je dus doen door er overheen te gaan met een beetje schmink. Ook breng ik wat schaduw aan bij de mond, omdat het er anders ja, nogal plat uitziet. En zo lijkt het toch wat meer driedimensionaal. En dit kun je eigenlijk ja, overal doen waar je wat schaduw wilt toevoegen. Om de boze blik van Jack Skellington nog meer te benadrukken, breng ik ook nog een rimpel aan boven de wenkbrauwen dus. En dan moet je de schaduw de andere kant op vervagen, dus naar boven toe.
Ook bij de mond maak ik een schaduw, alsof deze van Jack's lippen zijn. En nu kunnen we verder met de hals. En wat je hiervoor moet doen is alleen het middelste gedeelte wit maken. En de rest dat, maak ik dus eigenlijk gewoon zwart. Hij heeft zo'n strikje met een soort van vleermuis. En die maak ik ook helemaal zwart. Het ziet er nu natuurlijk een beetje gek uit. Maar je moet je wel bedenken dat we straks natuurlijk voor een zwarte achtergrond staan. En dan klopt alles natuurlijk wel. Voeg nog wat schaduw toe bij de halswervels. En eventueel zou je ook een hand kunnen doen. En dat vind ik wel een extra tof effect geven. Als jullie het leuk vinden, kan ik nog de andere video laten zien waarin ik de hand smink. En dan is dit eigenlijk de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden, Jack Skellington. Ik vind het een superleuk film. Vroeger vond ik hem altijd een beetje eng of zoiets. Maar toen ik hem eenmaal had gezien, vond ik hem eigenlijk gewoon heel erg leuk. Met een heel mooi verhaal erin. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Vergeet het duimpje omhoog niet. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!